Hey Ali, what's up? What ben What's je aan het up? doen? Yes, we zijn lekker bezig met een schets maken van een dansvloer. Dus dat is eigenlijk wat nu zover is. En het is soort van af. Er zijn nog een paar dingen die nog aangepast moeten worden. Maar hoezo het dansvloer? Er zijn toch heel veel dansvloers? Nee, Wat is er, wat is speciaal aan dit is deze? de eerste dansvloer die ooit heeft bestaan. Dus, en het is een dansvloer voor mensen die buiten kunnen dansen in het openbare. Zoals een Johan Cruijffveld en zoals een basketbalveld en skatebaan. Dus hiermee kunnen dansers op straat dansen en mensen die graag in aanraking willen komen met dansen, ook daar dansen. Dus het wordt een super project. En waarom is het belangrijk, Taranat? Je bent dat aan het bouwen, hè? Is dit een kwestie van gewoon een paar vloerdelen neerleggen of komt er echt meer bij kijken? Het is uiteindelijk een object die in de openbare ruimte moet komen. Dus die moet aan een heleboel eisen voldoen. Dat moet ook bouwkundig allemaal aangetoond kunnen worden. Er moet een certificering voor aangevraagd worden. Er moet toestemming aangevraagd worden. Er moet gekeken worden naar beleidsplannen en invulling van die terreinen. Dus er is een hoop nog uit te zoeken. Het moet buiten zijn. Het moet in staat zijn om hufteproof te zijn. Het moet weersomstandigheden aankunnen. Et cetera. Er moet van alles op gedaan kunnen worden. En er Ja, moet vooral überhaupt echt gedanst worden. vooral. Ja, Zeker. en waarom is waarom is het belangrijk dat het in de wijk is? Want we maken er een project van dat het ook gewoon, er zit een heel participatietraject dat mensen ook meedoen Ja. en meer weten over street art en zo. Waarom is dat nog een belangrijk onderdeel daarvan? Hip-hop is ontstaan in de slums, in de achterstandswijken. En het heeft mensen tot een verbinding gebracht en tot iets positiefs neer te zetten. En er waren andere elementen natuurlijk in hip-hop, waarvan ook dansen is en rappen en andere street arts. Dus met dansen kunnen we mensen laten verbinden met elkaar en culturen die komen bij elkaar. Door middel van dans ga je gewoon jezelf uiten en gewoon meer zien, meer leren kennen over de persoon die je niet kent. En dat kinderen ook geïnspireerd worden door de ouderen, de professionele dansers. En dat zij gewoon allemaal meer dingen kunnen doen Ja, met dansen. En want wie weet dat dansen opeens niet meer als gek wordt gezien, maar als ja, ja, gewoon iets normaals. Dus net als voetballen op straat of net als skaten nu op straat. Want ja. skaten was ook vroeger niet zo duidelijk, totdat skaters hebben initiatief genomen om iets te doen. En nu wil ik heel graag met jullie initiatief nemen om dit heel normaal te laten lijken, Ja. dansen. Nice. Over dans gesproken, kun je even een move voor me doen? Oh my god. Oh my god. Hier is er van onze dansvloer hier. Een move. Er is niet zoveel ruimte, maar Hey, ik ja, zet je even voor de uitdaging. Gewoon een move. een move, oké. King, 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 it sing. Kijk, Yes. als het al op 1 vierkante meter. Dan Ja, moet dat grote gewoon buiten vloer, helemaal goed 8 bij komen. 8. Dat is wat we nodig hebben.